Dit keer zijn we op bezoek gegaan bij de bekendmaking van het volledige Appelpopprogramma 2023 in Café de Beurs in Tiel. Onder een groep belangstellenden hield de voorzitter van de stichting Muziekstad Tiel, Kees van Keulen, een welkomsttoespraak, waarna het programma in de vorm van een quiz bekend werd gemaakt. Goedemiddag, dit is Regio TV Tiel. Wij zijn vandaag te gast bij de openingsact van Appelpop, want zo mag ik het eigenlijk wel noemen. Er is een nieuwe line-up en naast mij staat Kees van Keulen, eigenlijk de godfather van Appelpop, wereldberoemd in hele Betuwe. Kees, ik wil eigenlijk eerst even weten, welke editie hebben we het over nu? Nummer 30, goed hè? Nummer 30, ja dat is goed, ja dat is goed. En even een paar getallen, dat is leuk om mee te beginnen. Hoeveel vrijwilligers? Rond de 600. Dat is bijna heel Tiel. Daar zit waarschijnlijk heel veel expertise tussen. Veel mensen met vakkennis. Zeker. Daar zijn we ook heel erg gelukkig mee. Dat we vanuit het begin eigenlijk al mensen hadden die verstand hadden van bouw of financiën of van bandjes. Noem alles maar op. En die hebben we nog steeds. Dus we doen nog steeds heel veel voordat we naar een leverancier toe stappen. Hebben wij het eigenlijk al bedacht. Dus dat is heel prettig werken. Ah, dat klinkt geweldig. Over die professionalisering gesproken. Ik heb begrepen dat geluidsnormen, dat is de laatste aanpassing waar ik bericht van heb gekregen, die zijn toch weer wat strenger. Er zijn toch altijd mensen die een beetje moeite hebben met het lawaai dat Appelpop maakt. Ik vind het keigezellig, maar ik snap ook dat mensen het soms een beetje druk vinden. Kan je er iets over zeggen, over die geluidsnormen? Nou goed, die zijn in principe vastgelegd en daar gaan wij ons aan houden, zoals dat zo mooi heet. Dat is onderzocht, dat hebben we bekeken. We hebben vorig jaar zelf enorm lopen monitoren om te kijken wat hebben we nu eigenlijk. Dat deden we voorheen trouwens ook al. Want we willen natuurlijk niet dat mensen stokdoof naar huis toe gaan, want we hebben ook nog een verantwoordelijkheid op dat vlak. En dat hebben we vorig jaar bekeken en dat hebben we nu met de gemeente kort gesloten en die heeft dat meegenomen in de vergunning. Okay, maar nou komt er een topartiest en die gaat net iets te hard. Wat gebeurt er dan? Daar letten wij op en daar gaan wij over communiceren. Oké, dus achteraf krijgen we nooit verrassingen dat opeens alles uitgaat? Nee, dat denk ik niet. Nee. Oké, hartstikke mooi. We komen zo dadelijk nog even terug op de programmeur. Vraagje tussendoor nog. Ik heb begrepen dat jullie gaan werken met vrienden van Appelpop. En dat je een soort kaartje koopt of een soort abonnementskaart hebt waarmee je, wat krijg je dan? Dat hebben we eigenlijk in de periode van corona hebben we dat geïntroduceerd. Ook om een stuk verbondenheid te houden natuurlijk met de markt, hè, zoals de mooiheid. En mensen kunnen vriend van Appelpop worden. En dan ondersteun je gewoon jaarlijks Appelpop. En dat is hartstikke leuk. En dat is hartstikke mooi. En daarmee hebben wij weer een extra centje mooie dingen mee te doen. Dus dat is allemaal te vinden op onze website. Dus ik zou zeggen, ga lekker kijken en word vriend van Appelpop. Heel verstandig. Het heeft de gemeente behaagd om het festivalterrein, de Waalkade, herin te richten. Dat is eigenlijk voor een festival misschien helemaal niet meer zo geschikt. Waar lopen jullie tegenaan? Je noemt dat vaak een uitdaging. Daar zijn jullie perfect in. Vertel. Nou ja, goed, we praten al jarenlang goed met de gemeente van als de verandering op de Waalkade plaats moet vinden. En in dit geval heeft men besloten van om meer gras, hè, meer recreatieachtig terrein in te gaan vullen. Nou, daar hebben wij van tevoren gezegd, als je meer gras neerlegt, meer grond neerlegt, dan zul je ook wat meer problemen gaan krijgen bij slechte weer. Je rijdt het terrein eerder kapot, het is veel kwetsbaarder. Nou goed, dat hebben we vorig jaar gezien met Appelpop, dat hebben we nu al gezien naar het feestje van DJ Matthew. Het terrein is gewoon wat dat betreft gewoon voor een festival gewoon minder geschikt geworden. Maar nou zijn jullie grootmeester in het aanpassen aan veranderende omstandigheden. Vertel, wat heb je verzonnen om toch dat terrein helemaal bruikbaar te maken voor die tienduizenden bezoekers? Nou, in ieder geval proberen zo goed mogelijk vooraf met het terrein om te gaan. Daar gaan wij ook binnenkort met de gemeente nog over in gesprek. Wat kunnen we nog doen? Wat voor aanpassingen zijn nog mogelijk op dit moment? En je zult ook gewoon ad hoc een aantal zaken moeten invullen. Zoals vorig jaar hebben we omdat het terrein zo nat en blubberig was, hebben we daar heel veel gehakseld stro overheen gegooid. Nou, dat soort aanpassingen, dat soort toepassingen eigenlijk, hè, die gaan we dit jaar ook gewoon weer doen. En proberen dat terrein zo goed mogelijk te houden, maar dat is niet gemakkelijk in ieder geval. Want die keuze is gemaakt en daar hebben wij mee van doen. Ja. Dus we proberen daar zo goed mogelijk mee om te gaan. Maar helemaal klaar voor de nieuwe uitdaging dus? Jazeker, ieder jaar, hè, dat doen we. Fantastisch, dankjewel Kees. Martijn, voor jou de zware taak als programmeur.
Nou ja, zwaar. Valt mee. Het lijkt mij nu een hele verantwoordelijke taak. Ja, zeker, zeker. Het programma is bekend geworden. Ja. Houden jullie ook rekening al binnen de programmering met de vergrijzing? Nee, juist de verjonging. Ik vind, en daar moet een goed gemiddelde tussen zitten. En ik denk dat we juist echt een line-up neerzetten wat voor de ouderen en voor de jongeren aanspreekt. Dus de vergrijzing. Ik vind dat je beter naar de jongeren kan kijken dan naar de ouderen. Oké, sinds corona hebben veel artiesten de prijzen nogal opgeschroefd. Hebben jullie daar ook veel last van? Klopt, prijzen zijn iets omhoog gegaan. Nog niet zo heel erg omhoog gegaan als ik had verwacht. En gelukkig hebben we al jarenlang heel goed contact met alle boekingskantoren. En weten ze ook dat we een gratis festival zijn. En is er altijd wel ergens een mouw aan te passen. En zijn we juist heel blij met wat we nu hebben neer kunnen zetten. Ja. En zonder namen te noemen, wat is de duurste act in bedrag, in geld? Ja, dat doet er niet zo heel erg toe wat het duurste bedrag is. Nee. Ze zijn allemaal. We programmeren echt. Nee, maar het maakt er niet even uit. Kijk, er zijn natuurlijk acts die echt wel gewoon een waarde hebben en hebben bewezen. Maar een kleinere of een jongere act, zeg maar, die net kon kijken, zeg maar, is voor ons net zoveel waard. En natuurlijk, die prijzen zijn verschillend. Maar die kunnen net zo goed op een mainstage terechtkomen. Je hoeft niet een bepaald bedrag te zijn om op een mainstage terecht te komen. Kies je binnen het programma ook wel eens voor een band of een andere artiest die. Waarvan jullie zeggen, nou, die vinden we wel goed, maar waarvan je nog maar af moet wachten of dat er echt belangstelling voor zal zijn? Ja, zeker. Absoluut. We hebben er zeker op het Blossom Stage dit jaar. Er zijn zeker een aantal acts die, waarvan wij vinden van dat moet het publiek meemaken. Misschien nog niet door iedereen heel erg bekend. En we zijn ook zeker kijken we naar acts die op misschien net Cotant, het podium, iets aan het ontgroeien zijn en een plek gaan geven op de mainstage om het publiek kennis mee te maken. En er is altijd een soort van hele mooie wisselwerking tussen het publiek en de act, wat we elk jaar meemaken. Waardoor een act in één keer helemaal gaat vliegen, wat we niet verwacht hadden. Ja. Wil je al bekendmaken wat de absolute afsluiter wordt? Zeker. Op vrijdag is dat Maan, die gaat afsluiten. En op zaterdag is het Kraantje Papi. Oké, die kan er een feestje van maken. Die gaat er zeker een feestje van maken, ja. Absoluut, ja. Hey Martijn, ik wens je heel veel succes. Ja, we gaan elkaar nog zien, want we gaan de hele opbouw volgen. Heb ik net afgesproken met Roos van den Berg. Dus we zullen elkaar nog wel een paar keer tegenkomen. En Kees ook bedankt. Dankjewel. Graag gedaan. En ja, Appelpop zoekt voor dit jaar nog vrijwilligers.